Kun je niet even NEC in de Eredivisie houden? Wil Rick Stuitjens uit Nederweert weten? Nou, er is er maar één die NEC in de Eredivisie had gehouden. Rick, dat is Peter Hubala. Denk je dat echt? Ja. Waarom dan? Ja, omdat het een man is. Het is een kerel. Het is geen wegloper. Hij is de baas. Ik ga trainingen kijken. Die jongens eten uit zijn hand. Die ploeg is fit. Die hebben 12 van de 13 wedstrijden verloren. Ik heb de tweede helft zitten kijken zaterdag. Dat was niet om aan te vloeren. Nee, het is even slecht. Ik heb de eerste helft zitten kijken. Die was nog slechter. Maar René, welke andere trainer gaat het hier beter doen? Waarom? Waarom zal het met deze... Nee, maar het principe is fout. Hij heeft een slecht elftal. Ja. Het is niet gek dat hij tegen de degradaties... Met veel van deze spelers heeft hij voor de winterstop 23 punten gehaald. Ja, ja. Maar waar zit je nou deze tussendoor te brabbelen? Ja. Ik kom even met wat feiten. Hebben ze waarschijnlijk veel geluk gehad of de tegenpartij was slecht. Maar toen lag het aan Hibala ook, toch? Dat het goed ging, toch? Nou ja, zo gaat het altijd. Maar Hibala die heeft geen gekke dingen gedaan. Niet heel raar gerotzooid met de opstelling. Maar veel verschillende systemen heeft hij geprobeerd. Ja, vind je gek als je 12 keer verliest. Ja. Maar mag ik nog even uitlullen? Ja, natuurlijk mag jij uitlullen. Leg jij even uit hoe het zit. Nee, joh. Jezus Christus, wat een oude hoer. Ik kom even met wat argumenten als tegenargumenten. Oh, noem je dat argumenten, dat gebrabbel? Nou ja, argumenten zijn inderdaad dat je kan zien dat hij 12 van de 13 wedstrijden niet gewonnen heeft, Johan. Dat hij zijn systeem veel omgegooid heeft. Precies. En dat hij voor de winterstop... 12 van de 13 verloren. Ja. Dat vind je een goede reden voor ontslag? Nou, bij veel clubs is dat een hele goede reden voor ontslag, inderdaad. Ja, dat zijn al allemaal clubs. Goede reden hierbij, die hebben de kraken. Dat zijn clubs zonder ruggengraat dan. Ja. Want je moet ook in beschouwing nemen dat de erfenis die Hibala kreeg, die was werkelijk dramatisch. Op het laatste moment zijn er allerlei onduidelijke buitenlanders, die zijn daar de Goffert binnengedreven en maakte maar een elftal van. En dat lukte hem aardig tot de winterstop. Het heeft even meegezeten, ja. Maar uiteindelijk bleek er niet één bij te zitten die het verschil maakte. Van een zwakke keeper tot zwakke aanvallers. Ja. En dan heeft hij één hartstikke leuk jeugdspelertje van 17... die nog niet hele wedstrijden kan spelen. Dan heeft hij die grote jongen uit Arnhem die nooit helemaal fit geworden is. Ah. En dan heb je de mensen die deze chaos bij NEC veroorzaakt hebben met dat rare bedrijf, het Kuik voorop. Ja, dat Futurales wil. Ja, die beweren zelf dat ze... En die clown, die directeurtje speelt. Bart van Inge, ik heb even zijn cv bekeken. Nou, kotsend heb ik hem van me afgeschoven. Want jij bent geen fan? Ik ben geen fan. Ik vind het een clown. Ik vind het een aanfluiting dat deze man NEC mag leiden. Altijd met de familie in Kuik. En daar hadden ze een goede technisch directeur in Danny Hoekman. Maar die mocht niks beslissen, want alles werd in Kuik beslist. Dus die was ook meteen weer weg. Dan halen ze een scout uit Utrecht die de hele regio niet kent, die nergens van weet. Die is plotseling daar technisch directeur. Hij is verantwoordelijk voor de laatste drie jaar. Edwin de Cruijff bedoel je, ja. Edwin de Cruijff, hij is verantwoordelijk voor de laatste drie jaar wat daar gebeurd is. En Hibala die had nooit mogen sneuvelen, want Hibala is gesneuveld op de chaos die hij daar gecreëerd heeft. Ja.